Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit... Oh, die camera, oké. Ik moet even wennen, maar ik pak hem hier op. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Waarom moet ik even wennen? Die hoek is anders. Normaal zitten wij tegen naar die kant te praten, Stekel. Ja, ik weet niet waarom, maar iemand heeft het omgedraaid. Iemand heeft bedacht dat het alles ja. anders moest. En iemand heeft ook die lamp bedacht. Die lamp erbij, maar we gaan het nu goed maken. Ja. De gast is Klaas Wijma. Klaas, je bent hier eerder bij ons te gast geweest. Dat is lang geleden. Toen zaten we nog in Q Factory, een hele andere ruimte. Je hebt nu een boek uit, dat heet Aandachtsmarketing. En ik begin gewoon altijd simpel bij de titel. Ik dacht, ja, is alle marketing niet aandachtsmarketing? Ja. Ja, is het antwoord ja? Nee, de eerste stap, de eerste doelstelling wat volgens mij marketeers moeten bereiken is aandacht van hun gewenste klanten verdienen. En daarin zie je eigenlijk wel iets heel spannends gebeuren, dat aandacht nog nooit zo schaars geweest is als nu. En je kan wel zeggen dat aandacht de nieuwe olie is. Iedereen strijdt om aandacht. Ik was vorige week nog in New York en daar zie je een grote streamingoorlog gaande, hè, met Apple Plus, met allemaal grote billboards en Amazon Prime en iedereen wil weer die aandacht voor hun content. En ja, dat heeft mij gemotiveerd om een groot wetenschappelijk onderzoek te starten naar aandacht. En met een vernieuwende methode te komen hoe je aandacht kan verdienen als merk. Begin eens bij het wetenschappelijk onderzoek. Wie zijn de wetenschappers die wat onderzocht hebben? Ja, Peter Verleg. Ik moet eigenlijk zeggen hoogleraar Peter Verleg van de VU Amsterdam. Heb ik precies 2 jaar geleden uitgenodigd voor een kopje koffie. Ik zeg van, ik ben nog steeds gefascineerd door het begrip aandacht. Want in 2012 was ik hier ook in jullie show voor het boek Verdienen Aandacht. Dat was echt de tijd van shareable content, social media. En ik zeg, ik wil eigenlijk nu wat meer verdiepen op het marketingaspect. En kan je me helpen om een onderzoek te starten naar de drivers van aandacht? Hè? Wat zorgt ervoor dat mensen vrijwillig aandacht geven aan een bepaalde boodschap. En wat de context is ook een beetje, want sorry dat ik je direct onderbreek, maar daar ben je wel van ons gewend. Context ook een beetje, dat vond ik wel mooi hoe je dat in het voorwoord beschreef. Tijdens je vorige boek, 2012, was het echt social. Ja, klopt. Je ziet dat er heel veel veranderd is in de tussentijd. Hè? Dus mensen zijn wat terughoudender geworden. Wat is er veranderd in die mechanismen waarmee mensen hun aandacht verdelen? Nou, ik denk dat en waar heb je dus onderzoek naar gedaan? Als je dan hebt social, maar in een bredere context content. Wat je ziet over met name de afgelopen 7 jaar... is de hoeveelheid content die jaarlijks wordt geproduceerd is met 500% gestegen. En dat is echt schrikbarend. Maar de hoeveelheid content die mensen kunnen consumeren is misschien wel met een paar procent gestegen. Dus iedereen zit heel erg op nog meer content, nog meer boodschappen duwen. Dat is denk ik één hele grote ontwikkeling. Waardoor het nog lastiger is om aandacht van mensen te vatten en te pakken en mee te houden, maar ook te beïnvloeden. En dat was ook de reden dat ik naar Peter, mag ik wel zeggen, ben gegaan. Want die ken ik al lang. Ik zeg, help me nou eens om tot een nieuw wetenschappelijk inzicht te komen. Om aandacht ook niet alleen te kunnen voorspellen, maar ook heel praktisch door te kunnen vertalen voor marketeers of voor ondernemers of verkopers, hoe je aandacht ook echt kan verdienen. Wat zijn de belangrijkste dingen die jij uit het onderzoek, Johan vraagt het voor Facebook even aan, geleerd hebt? Er zitten heel erg veel praktische takeaways in het boek. Maar het onderzoek heeft zich echt geconcentreerd op 6 aandachtstrekkers. Dus misschien nog een klein beetje context te geven ook hoe we tot die aandachtstrekkers zijn gekomen. Peter heeft een AIO, een academicus in opleiding, toegewezen. Die is 3 maanden bij ons op kantoor geweest. Is echt door 25 jaar psychologische literatuur en marketingliteratuur gaan borstkrollen, echt letterlijk. En heeft onderzocht, wat is er allemaal eerder verschenen in de consumentenpsychologie. Heeft daar op basis daarvan een framework gemaakt. Om te kijken welke hypothese kunnen we formuleren die voorspellend kunnen zijn voor aandacht. Dat hebben we met Sean Kiewit, jullie waarschijnlijk ook bekend, van Multiscope, onderzocht met een grootschalig kwantitatief onderzoek. Wat is grootschalig in dit? 1000 huishoudens. Kwalitatief, dus ondervraagd. Nee, ondervraagd, dus het is een survey geweest. Ja. En kwalitatief, daar zat de verspreking, dat hebben we getoetst met Amazon M-Turk. En dat is een wereldwijd onderzoek geweest waarbij we een aantal experimenten hebben gedaan. Waarbij we echt die aandachtstrekkers in concrete uitingen hebben getoetst. En even terug naar jouw vraag van wat is er uitgekomen. Een aantal dingen zijn opvallend.
De meest significante aandachtstrekker, want dat zijn er dus 6, is emotie. He, of je iets leuk vindt, dat kan lachen, gieren, brullen zijn. Maar dat kan ook zijn van in hoeverre raak je het gevoel of prikkel je het gevoel van je klant. Nou, meteen een voorbeeld te geven. Een hele succesvolle campagne die vorige week ook won bij de Effie Award, was de Staatsloterij. Ja. Die won daar een zilveren Effie met hun eindejaarscampagne Frekkel. Nou, voorheen was het weinig emotie, heel erg duwen op. Hè, groot beloningsmechanisme, namelijk die grote vis met 30 miljoen. En de Staatsloterij heeft gezegd, nou, daar willen we afstand van nemen. We willen eigenlijk meer emotie in het merk gaan laden. En ze zijn toegekomen met Frekkel. En dat is dat oerlelijke straathondje, die ook bij letterlijk geen castingbureau gevonden kon worden. Want er zijn allemaal van die mooie pagepuppies. En ze zijn echt naar Hongarije of Roemenië gegaan. Die hebben daar echt zo'n vuilnisbakrasje van de straat geplukt. Maar die was wel heel likable. En waarom was die likable? Omdat het hondje heel erg lelijk was. Dus het is afwijkend. Dus dat komt uit de benign violation theory. En dat geeft aan waar is humor leuk. Dat is op het moment dat het goedaardig afwijkend is. Dus als je als staatsloterij had gekozen inderdaad voor die pagepuppy, dan denk ik dat het lang niet zo humoristisch was geweest of lang niet zo de emotie had geprikkeld. En dat is dus uiteindelijk ook heel voorspellend gebleken om aandacht van mensen te krijgen. Maar als je dit hoort zeggen, dan voelt... Ik heb veel in de popmuziek gedaan. Ja. En het is prima om achteraf te zeggen waarom platen een hit worden. Ja. En je kan zo 10 redenen opnoemen, 10 overeenkomsten tussen allerlei hits. Mm-hmm. Maar je kan ook een nummer hebben waar al die overeenkomsten in zitten en het wordt geen hit. Ja. Zeg maar, het zijn noodgedwongen wordt ook algemeenheden waar je mee komt. Emotie, natuurlijk emotie. Nee, weet je wel? Ja, kijk, ik denk dat je... Kijk, we hebben ook niet, we pretenderen ook niet met het onderzoek in het boek een soort van gouden formule te hebben uitgevonden. We hebben wel een uitgebreide regressieanalyse gedaan. Daar is gekomen dat een aantal aandachtstrekkers meer voorspellend zijn voor aandacht dan anderen. Maar ik denk, mijn doel met het boek is ook dat we... veel meer nadenken over op het moment dat we mensen lastig vallen met een boodschap, dat het niet lastig vallen wordt. Maar als je de aandacht van mensen hebt of van klanten hebt, dat je ook dat beter vertalen naar een pakkende propositie. En dat je ook met sluitend bewijs komt en beseft, ja, dat is zo schaars om überhaupt die aandacht te krijgen. Laten we gewoon daar bewust van zijn dat we aandacht kunnen pakken, kunnen beïnvloeden. Maar laten we in ieder geval de dingen die we doen de moeite waard maken. En het boek probeer ik daarmee de juiste tools en inzichten te geven hoe je dat kan. Maar misschien is het wel goed om even door die 6 dingen te lopen. Ja? Want dat is natuurlijk wat ze allemaal zijn. Interessant, je noemde emotie al. Emotie. Is het ook in hiërarchische volgorde? Dus van, nee. Het zijn in willekeurige volgorde? Ja, zit er wel koppeling naar drijfveren in. Hè, dus op basis van psychologisch onderzoek. Ja, want jij zegt emotie bijvoorbeeld. Ja. De drijfveren daarbij zijn vermaak, ontspannen... Ja. Vrij zijn. De tweede is hulp. Ja. Wat dus doe je daarmee? Maak het leven van je klant wat makkelijker. Ja, heel functioneel. Dus wat kan je... Een probleem los je op. Kan je het leven van klanten efficiënter maken? Denk aan Toon en een Eco. Die zeggen, klanten maken we makkelijker door helder inzage te geven, realtime in je energierekening. Zodat je energiekosten omlaag kunnen. Dus concrete hulptrigger of tikkie van ABN AMRO. Dan hebben we status en het broertje inclusie. En status heeft, denk je meteen van de dikke Rolex campagne. Maar status heeft ook, tegenwoordig in Amsterdam, is het ook al een status symbool. Als je kan zeggen van, ik eet geen vlees. Of ik rij elektrisch. Of ik heb zonnepanelen op mijn dak. Of ik ben heel bewust bezig met het behoud van de aarde. Dat is ook al een soort van statusverhogend instrument wat je zou kunnen toepassen. En inclusie heeft veel meer te maken met geef me het gevoel dat ik ergens bij hoor. Dus dat is wat meer in een wat bredere context. Dus jullie hebben vrienden van topnames. Hè? Ja. Dus je kan jullie een warm hart toedragen. Nou, dat is een community. En dat zit, als je die community heel gericht aanspreekt en daar ook privileges aan biedt, dan is dat ook voorspellend voor aandacht. Er is één interessante, dat is beloning. Beloning is minder voorspellend geweest om aandacht te krijgen, maar die hebben hem wel meegenomen. Supermarkten doen dat veel, hè? Dus koop voor 15 euro bij de Plus of de Albert Heijn moestuintjes of noem maar op. Maar beloning werkt juist heel erg goed verderop in de funnel. Dus op het moment dat je een keuze moet maken tussen een aantal partijen, is het wel voorspellend om je aankoopintentie te verhogen.
Ja, en in die zin zijn het natuurlijk vaak een combinatie van verschillende drijfveren waarbij je deze kan combineren met Je kan een aantal combineren. Ik zou niet aanbevelen om ze allemaal te gebruiken, want dan, ja, ik denk dat klanten dan een beetje los zijn. Maar je kan heel goed 2 of 3 soms wel gebruiken. Ja, dan hebben de 6e die we nog niet hebben besproken is nieuw. Is nieuw, ja. Nou ja, het gaat over kennis, menselijke interesse en ontwikkeling. Precies, ja. En dat zie je ook in communicatie terug. Bijvoorbeeld de grote billboarden van Volvo langs de weg. Of als je op hun site kijkt bij een nieuwe modelintroductie, is het nooit de XC60. Het is altijd de nieuwe XC60. Mm-hmm. En dat doen ze heel bewust. Want en mensen blijven daarin trappen. Mensen, ja, dat heeft gewoon te maken hoe ons brein werkt. Wij als sociale wezens vinden het gewoon bijzonder, willen graag erg voorop lopen. Wij zijn heel nieuwsgierig. Dus door dat woord ook niet overmatig te gebruiken, maar gepast te gebruiken, is dat heel erg triggerend om aandacht aan iets te besteden. En nu begon jij met het verhaal van er is zeg maar overkill aan triggers, aan content, aan prikkels. Prikkels. Stel nou eens dat al die mensen dit boek gaan lezen en allemaal pakken ze die 6 dingen, dan is het probleem toch nog precies hetzelfde? Nee, want het mooie vind ik, die triggers, kijk, sowieso zijn het 6 en je kan oneindige combinaties maken. Het boek gaat overigens ook niet alleen maar over de aandachtstrekkers, maar beschrijft eigenlijk een nieuwe methode voor merkontwikkeling. Dus we hebben een aandachtscanvas ontwikkeld. En wat dat aandachtscanvas eigenlijk heel pragmatisch doet, is marketeers of nogmaals ondernemers kan dat ook zijn, of verkopers helpen om hun marketingstrategie zo te ontwikkelen zodat ze echt op een goede manier aandacht kunnen verdienen. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar communicatie. Dat is 1 van de 4 bouwstenen. Het canvas kijkt ook allereerst naar je merk, naar je propositie die je in de markt aanbiedt, naar de concrete doelen die je wil realiseren op verschillende niveaus en dan pas naar communicatie. Maar heeft dit te maken met heeft dat ook te maken met wetenschappelijk onderzoek? Staan die 2 los van elkaar? Nee, die aandachtstrekkers die vinden ook weer een plek in het aandachtscanvas. En Alexander Osterwelder, jullie ook wel bekend, ja, een ondernemersvriend van mij, heeft mij ook met zijn business model canvas geïnspireerd. Ja. Heb met hem ook contact hierover gehad, overigens. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Maar ik ben echt fan van canvas denken, omdat ik vind van, ja, weet je, de tijd dat je een plan maakt en op het moment dat je plan in een PowerPoint giet, is het eigenlijk alweer verouderd. Dat geldt ook voor marketing en plannen zo. Maar geldt voor canvas toch ook? Nou, het leuke van een canvas is dat verschillende onderdelen die je op het canvas benoemt ook in wisselwerking met elkaar staan. En dat het dus een heel pragmatisch model is, dus uitnodigt om daar zelf mee aan de slag te gaan, om te gaan testen, te gaan bijsturen en vervolgens ook dat verhaal te gaan pitchen. Op het moment dat je je strategie, je marketingstrategie in een heel uitgebreide keynote deck hebt staan, ja, dan vallen mensen misschien wel in slaap. Maar op het moment dat je het gewoon als een A4 kan presenteren en mensen aan de hand van een verhaal kan meenemen, is de kans van slagen denk ik vele malen groter. Hey, laat ik beginnen met een andere vraag, want dat is de betere volgorde. In 2002 schreef jij je vorige boek en je hebt daarna volgens mij jouw vrouw heb je plichtig beloofd om nooit meer een boek te schrijven. Ja, 2002 was mijn eerste boek, webvertaling. 2012, sorry. En 2012 was verdiende aandacht. Precies, ja. Toen heb je je vrouw daarna plichtig beloofd dat nooit meer te doen, want dat is natuurlijk heel vervelend als je man maanden, jaren steeds maar boven op zijn kamertje zit of weet ik hoe dat bij jullie werkt. Zolder ken ik heel goed. Ja. En toch ben je het gaan doen. Dus de logische vraag, waarom? Ja. Waarom moest dit boek geschreven worden? Ja, mooie vraag. Ik heb het ook volgens mij in het voorwoord gezegd. Er knaagde iets in mij. Dat ik dacht van, ja, ik had een boek geschreven, die in de aandacht. Nou, dat was een hartstikke mooi boek met een iPad-app, een iPhone-app, met podcast. Allemaal leuk, innovatief. Goed verkocht, 3 drukken. Boek hartstikke goed. Nou, de presentatie was in het Tropenmuseum hier, dacht ik, denk ik. Nee, de Hermitage was toen net al. De Hermitage was het, Ja, dus hartstikke. Maar ik miste de wetenschappelijke onderbouwing. Dus dat was een hele belangrijke. En ja, ook de vraag die je net stelde, wat is er allemaal veranderd sinds dat vorige boek? Ja, en die wereld is zo veranderd. Dus digitale platformen zijn oneindig geworden. Overigens vind ik ook de focus op digital te ver doorgeslagen. Dus in mijn boek heb ik het ook wel over digitale obesitas. Dus we staren ons te veel blind op digital. Dus ik denk dat we moeten wat meer focus op de mens krijgen. Ja, en dat zit dan in me. En dan denk ik, ja, ik voel, er zit een boek in me. En ik wil dat wetenschappelijk onderbouwen.
En ik weet nog dat ik het voor het eerst tegen Anne zei. Ja, schat, ik denk toch dat er weer een boek aan gaat komen. Ze zei, nou, ik ken je al langer dan vandaag. Sterker nog, bij de boeklancering in het Rijksmuseum vorige week... Zei de dagvoorzitter precies dezelfde vraag. Die heeft ook Anne uit het publiek gehaald. En gaat hij weer opnieuw een boek schrijven? Hij gaat nog heel veel boeken schrijven. Dat was haar reactie. Hey, maar ik heb het goed gemaakt. Je zegt, de wereld is heel erg veranderd. Tegelijkertijd denk ik, als je dat rijtje opnoemt van... Die zijn universeel. Die zijn niet het rijtje net van die 6 punten. Ja. Die zijn... Denk dat je die in de jaren 50 ook had kunnen nemen. Ja, het zijn geen digitale redenen van aandacht. Nee, ik denk wel dus, daarom zei ik ook, ze vinden hun basis ook in 25 jaar wetenschappelijke literatuur. En gewoon menselijke behoeften. En menselijke behoeften en inzichten. En ik denk dat ook die koppeling aan die menselijke drijfveer, dat die goed is. Maar wat ik wel kan zeggen, en ook namens Peter Verleg mag zeggen, de hoogleraar. Ja. Enerzijds de omvang van het onderzoek, maar ook de manier waarop we het onderzoek hebben opgezet, is niet eerder vertoond, is niet eerder gedaan. Dus dat is wetenschappelijk vernieuwend. Nee, maar goed, dit is toch altijd een beetje, het wetenschappelijk onderzoek is best wel ingewikkeld. Want dan methodologisch klopt het, en het is representatief allemaal, klopt het allemaal. En je hebt je statistische analyses goed gedaan, en dan ben je sausje eroverheen. Ja. En dan kom je met een conclusie die wij allemaal al wisten. Ja. Nou ja, ik had... Maar wat is dan het echt verrassende erin? Kijk, dat iets wat je emotioneel aantrekt, dat je aandacht trekt. Ja, eigenlijk best een open deur, toch? Ik vind emotie, die had ik wel kunnen voorspellen. Ja. En ik ben het ook met je eens dat je zegt van... Ja, je doe je een wetenschappelijk onderzoek en dan verdwijnt het vaak ook in een stoffenla. En dat is juist ook wat ik met dit boek mijn doel was. Om te zeggen, we willen wel een goed wetenschappelijk fundament. Ja. Want er zijn heel veel papers beschikbaar in marketing journal. Dat schrijf je ook, hè? Dat een van de kritieken die je hebt op andere onderzoeken... is er natuurlijk vaak met een beetje de vinger omhoog. En iedereen heeft zijn eigen theorie en het zal allemaal wel. Nou ja, goed. Ja. Binnen de academische wereld draait het natuurlijk om publicaties. Want dat is de manier waarop carrière wordt gemaakt. Mijn vader is ook hoogleraar in Groningen geweest. Daar wil ik alles van. Willem Frederik Hermans, onder professoren. Misschien een bekend boek dat jullie ooit hebben gelezen ook. Maar dat is juist wat ik niet wilde doen. Dus ik wilde enerzijds wel een bijdrage leveren aan de wetenschap. Maar mijn doel is ook niet heel wetenschappelijk vernieuwend te zijn. En mijn doel is dat ook op basis van nogmaals wel nieuw wetenschappelijk onderzoek... proberen zo door te vertalen dat mensen er ook direct mee aan de slag kunnen. Maar goed, als je natuurlijk een hypothese met de juiste wetenschappelijke methodes weet te onderbouwen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is fijn, want anders wordt het een soort van boek van Klaas van Energize en die heeft ook weer een leuk boek geschreven. En dat heeft ook waarde dat je gut feeling onderbouwd wordt. Ja, toch? Maar ook niet alleen de gut feeling, want ik vond zelf wel heel verrassend dat beloning als niet voorspellend voor aandacht eruit kwam. Terwijl je wel ziet nog steeds... Maar hij staat er wel in, toch? Maar omdat hij... Hij is dus niet voorspellend voor aandacht, maar hij doet het wel goed. Hij is wel voorspellend voor het verhogen van je aankoopintentie. Dus dat zit wat verderop in de funnel. Ja. Dus daarom vind ik hem wel heel erg belangrijk om te doen, omdat het ook een mechanisme is wat vaak wordt gebruikt. Ja. Maar ik zou maar op nooit zichzelf advies... is het niet genoeg voor aandacht. Dus als je zegt van... Maar vind jij niet, zeg maar, de staatsloterij? Dat is mijn favoriete... Daar zijn twee favorieten. Postcode loterij is er eentje van. Geniaal concept, vind ik. maar de staatsloterij die mij belooft dat ik de komende 30 jaar 10.000 euro per maand krijg als ik op. Dat is toch het belangrijkste punt van... Dat is toch gewoon punt beloning? Het is toch punt 1 is... Zij, beloven mij als ik een tientje uitgeef dat ik kans maak om de rest van mijn leven rustig te zijn. Dat is niet een beloning, alleen voor een hele selecte groep winnaars volgens mij. Maar wat zij verkopen is een droom. Ja, maar de beloning zit toch aan het einde. En de beloning... Zonder die beloning was het toch geen droom geweest? Waar iedereen op hoopt natuurlijk. Hè? Dus dat je zegt van oké, die zit veel meer tegen, voor jou zit die veel meer tegen de emotie aan dan tegen de beloning. Dat denk ik ook. Dat gevoel van vrij zijn. Dat jij denkt, nou dan ben ik echt, weet je, dan hoef ik me nergens meer te maken. Dan kan ik gewoon topmens blijven maken elke keer. Je noemt de Nationale Postcode Loterij. En dat zit weer heel erg op...
inclusie. Zeker. Want zij pakt gewoon mij de hele, het de gaat hele mij straat. Niet, he? Het gaat mij niet gebeuren dat ik de enige in de straat ben. Daar wil je bij horen als winnaar. Ja, dus ik doe dan aan geen enkele loterij mee. Want nee, maar ik wel. Ik ben er gevoelig voor. Ik ben daar te pragmatisch voor. Okay. Ik ben statistisch onderlicht. Zou ik maar zeggen. Maar ik ken mensen die wel gewonnen hebben. Ja, mooi. Ja, die ken ik ook. Ja. Nee, maar dan nog wel een belangrijke vraag. Misschien dat we daardoor ook wat concreter kunnen maken. Je hebt zelf een bureau, Energize. Ja. Heb jij door het doen van dit onderzoek en het schrijven van dit boek echt nieuwe inzichten opgedaan die je kunt gebruiken in je dagelijkse praktijk met klanten? Wat is er veranderd? Ja, wat er is veranderd, ik denk, wat wel een leuk voorbeeld is in ieder geval om te noemen, waarbij we, denk ik, misschien niet heel bewust, maar achteraf was het wel een goede keuze gebleken. We hadden het net in de voorsprek even over mijn eigen podcast, CMO Talk, wat inmiddels... Ja. Een kwalitatieve CMO-community is geworden in Nederland. Er zijn ongeveer 150 CMO's bij aangesloten. En dat betekent de marketingbazen van... Dat zijn de marketingdirecteuren van de wat grotere Nederlanden, maar ook multinationals van deze wereld. En dat drijft heel erg op het inzicht dat wij aandacht willen geven aan de verhalen voor de CMO's. En CMO's zijn vaak ook wel wat eenzaam, lonely at the top, maar hebben wel behoefte om te sparren. Nou, vanuit die gedachte hebben we gezegd, laten wij die groep ook aan elkaar verbinden door inspirerende events voor die groep te gaan organiseren. Dat zit dus op de aandachtstrekker inclusie. Ja. Maar het is ook alleen CMO only. En dat zit weer op status. En die twee aandachtstrekkers, dat werkt echt supergoed. Niet alleen voor de reacties die we krijgen, de waarde die we creëren uit die community. Ook de reacties op de content die we creëren en delen op cmotalk.nl. Maar het werkt ook heel erg goed voor ons eigen bureau. Want wij komen ook op een natuurlijke manier in contact met marketingdirecteuren door ook waarde te bieden. En daar geloof ik heel erg in. En daar hebben we het nog nu niet over gehad. Maar ik denk dat marketing in de essentie, en dat probeer ik ook in het boek aan te tonen, dat het nog meer gaat over het bieden van waarde. En in plaats van alleen maar schreeuwen en duwen en... Ja, ook het mediamodel, anno nu, is ook kapot. He, dus nog steeds wordt betaald voor potentieel bereik. Maar bereik is nog geen aandacht. He, dus daar is ook iets stuk. Maar die laatste, dus laatste vraag, Jan. Het zit half uur alweer. Ik heb ook nog een vraag, hoor. Okay, we zijn 5 minuten te laat begonnen. Okay. Dan hebben we nog eventjes. Ja. Maar kijk. Die eerste is makkelijk. Hè? Je gaat naar, Business News Radio... of je gaat naar Financieel Dagblad... en die kunnen je beloven op zijn oplagen. Ja. En potentieel zou kunnen dat die mensen die door die krant bladeren... dat ze uitgebreid je advertentie gaan zitten bekijken. Ja. Dat is potentieel bereik. Het andere is, en dat is geen aandacht, zeg jij... maar die aandacht is het lastigst meetbare. Echte aandacht. Het is de vraag A, hoe je aandacht definieert. Hè? Nou, dus dat is jouw vak dan. Ja, en wij refereren naar William James. Die leefde in 1870 van de vorige eeuw. Dat is een Amerikaan. En die heeft daar een mooie definitie voor bedacht. En die zegt, het is eigenlijk het selectief richten van ons brein op een bepaald aspect. Terwijl je de rest van de omgeving negeert. Want er komt zoveel visuele informatie op ons af. Ook in het voorbeeld van jou, een FD of een Business News Radio. Ja, je kan niet al die content tot je nemen. Je kiest heel bewust voor een bepaald onderdeel omdat het je trekt of niet. En ik denk dat waar het nu misgaat is dat het marketingvak heel veel draait ook over onvrijwillige aandacht. Dus banners duwen, afrekenen op pixels, inches, seconden, et cetera. Intrusive marketing, terwijl het volgens mij veel meer moet gaan over toegevoegde waarde marketing. En dat je kijkt van oké, welke rol kan ik als merk of als bedrijf in het leven van mijn klant vervullen? Hoe kan ik waarde toevoegen? En als je die aandacht hebt, zorg dan dat je ook met voldoende bewijsvoering komt om het waar te maken. Ook echt intrinsiek iets goeds doen. Ja, en waarde toevoegen. Tuurlijk. Dus de flauwekul, de bullshit bingo, schrijf je wel van het koren op die manier. Precies, ja. Hey, mijn laatste vraag dan. Ja. Je boek gaat over aandacht. Nu komen er echt mega veel managementboeken uit. Dus op Schiphol liggen de tafels met vol.
Hoe krijg je, morgen komt er weer een uit. Marco Derksen komt met zijn, met zijn boek. Ja, ik zag het. Er wordt al gesuggereerd op Twitter dat hij een serie met succesvolle schrijvers van managementboeken... Is Marco ook al geboekt dan? Nou ja, dat weet ik niet. Maar Johan die zegt, wij nodig alleen succesvolle schrijvers. We hebben lang op het boek van Marco gewacht. Dus, Maar hoe ga jij aandacht krijgen voor je eigen boek? Nou, ik denk, we hebben daar een paar dingen gedaan. We hebben één, wat we hebben gedaan is... een twintigtal CMO's gevraagd, heb ik het transcript gestuurd. Ik zeg, laat weten wat je van vindt. Vind je het tof? Wil je een aanbeveling schrijven? Zit dat dan op de emotie? Dat zit op de eerste... Of de hulp of de beloning? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat dat meer zit ook wel op... even hard op te denken. Nou, enerzijds nieuw. Hè, dat is een nieuw boek. Ja, en ook wel emotie. Dat is ook wel deels gunnen. Dus onwijs vind ik, dus de reacties waren heel erg goed. We hebben een fantastisch evenement gehad vorige week, wat ik aangaf, in het Rijksmuseum, in het auditorium. Dus we hebben dat ook niet als boeklancering genoemd, want die zijn er al oneindig. Dus we hebben daar een masterclass van gemaakt. Alle deelnemers kregen een boek, maar ook een ticket voor het Rijksmuseum om daar nog een keer naartoe te gaan. Ruud de Lange was daar spreker, de hoogleraar hadden we als spreker en heel veel interactie met het publiek. En aansluitend hadden we een prachtig diner voor 60 CMO's in de eregalerij. Dus met uitzicht op de nachtwacht. En iedereen kreeg daar ook het boek. Dus het is heel erg geven geweest. En ja, ik hoop dat... ik krijg nu de reacties van CMO's. Die, en het is echt, ik kan het je laten zien, echt enthousiast zijn over de inhoud van het boek. Dat zij zeggen, ik ga dat in ieder geval ook aan mijn team doorvertellen. En aanbevelen dat zij het ook gaan lezen. Dat zou ik te gek vinden. Ja. Wij krijgen het vlak voor de uitzending, dus ik ga het lezen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Echt knap hoor, ik heb er echt respect voor. Ik ben zelf ook met een boekje bezig, dus ik weet hoeveel werk het is. En ik vind het mooi, ze zien dat gaat altijd voor jouw boeken. Ze zien er ook echt mooi en verzorgen met veel liefde. Veel liefde gemaakt uit. Dankjewel. Dat complimenten voor mijn design team. Want anders kan je net zo goed een e-pub maken, zeg maar, vind ik. En deze ziet er gewoon echt... Dit kan je niet digitaal doen. Dit is gewoon print het moois. Ja. Dus super. Nee, dankjewel. Bedankt voor jullie aandacht. Die heb je al binnen, man. Dankjewel. Super bedankt. Super. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. Freedom Lab. Ook, ja. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab natuurlijk voor de gastvrijheid. We zitten in een andere ruimte vandaag. Volgende week weer in de oude. Dit is ook een leuk hoor. Hartstikke goed. Die lamp is prachtig, vind ik. Vind je? De afdeling Props heeft hier goed werk verricht. Maar goed, tot zover. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand. Dan weet je dat je onze uitzendingen via fastmovingtargets.nl kunt terugzien. Dag. Props.